Wat is er met ons aan de hand? De hele wereld staat in brand. De halve mensheid lijkt gestoord. Je leest de dagelijks in de krant. De angst op straat verpest de sfeer. Wij zijn in huis niet veilig meer. We worden minder tolerant. Haat wint het van gezond verstand. Heeft er dan nooit die zon bestaan die uit de dood is opgestaan, die aan het kruis geleden heeft? Was alles dan vergeet? Even uit de wind. Mag ik bij jou uithuilen als een groot traumatisch kind? Mag ik een beetje bang zijn, dicht tegen je aan? Mag ik gewoon mezelf zijn en mijn angsten laten gaan? Weigert mijn maag het avondmaal, steeds maar datzelfde tafereel. Krijg ik geen hap meer door mijn keel. We leven in ons land nog vrij, toch komt die angstdroom dichterbij. Want hoe lang nog zijn we veilig? Is er plaats voor jou en mij? Maar als er ooit, mocht er toch nog een God bestaan, die alle oorlog en onrechtvaardigheid laat voortbestaan, die op al mijn vragen nooit antwoord geeft, vraag of hij ons, vergeet. Mag ik bij jou schuilen? Even uit de wind. Mag ik bij jou uithuilen als een groot traumatisch kind? Mag ik een beetje bang zijn, dicht tegen je aan? Mag ik gewoon mezelf zijn en mijn angsten laten gaan?
kan mezelf zijn en mijn angsten laten gaan. Mijn angsten